Je ziet het. Voor dit soort belangrijke mensen stopt de politie gewoon het verkeer. En ze stoppen ook nog de bus. I'm glad you came. I'm glad too. Yes. Het is super ontroerend. We staan hier naast Victoria Cruz. En Victoria Cruz is een van de mensen die gewoon live aanwezig is geweest bij de Stonewall Riots in New York. Wel 50 jaar geleden dit jaar. En ze is gewoon hier in de OBA in Amsterdam op het Mercatorplein. Victoria Cruz, zij was aanwezig tijdens de Stonewall rellen, waar Pride eigenlijk geboren en begonnen is. Via een rel, omdat de politie altijd de Stonewall Inn, een club, nachtclub, bar in New York, trans mensen, queer mensen, lesbische mensen, homo mensen, lastig viel. En toen was het eigenlijk nog minder normaal dan nu om gay of trans te zijn. En zij was iemand die bij de eerste rel was, waardoor Pride dus eigenlijk ontstaan is. En dat is een stukje geschiedenis, een stukje wereldgeschiedenis, een stukje HBTI+ geschiedenis, die heel veel mensen niet kennen. En het is heel belangrijk dat we niet vergeten waar Pride begonnen is. En dat het als verzet begonnen is, als een rel begonnen is. Omdat we voor onze rechten moeten vechten en die veranderen. En dat moeten we blijven herinneren. En we moeten dan met de mensen praten die dat vertegenwoordigen en die erbij waren. Hi everybody. Hi. So when I say who's in the house tonight? We are Amsterdam. Who's in the house tonight? You got the chance to talk to activists from this generation who have organizations that still are doing the work that you did, that you started actually. We talked about creating safe spaces, we talked about recognition. What did you think about that conversation? I feel great. It was so progressive. And I think it's about time that this is happening within our community. And that things are being hashed out the way they should be by dialogue and talking and understanding. And as long as we have dialogue, there's openness for conversations such as this. Okay. Yay! So keep the dialogue going. It's my first time here. I haven't slept in a day and a half, but I love the city. You're very, really very welcome. It. Thank you for your inspirational work and your words to everybody. And you were talking about the LGBTQI community and that we have to work together. Why is that still necessary, that we have to work together? We all have our own letter, don't we? No, we all have our own letter, but there's too many in that alphabet soup. What letter? Too many letters every time. LGBTQ, two-spirit, S-T-A-Q, you know, like... Why not make it shorter and be inclusive? And what would inclusivity look like as far word as you're concerned? That for me was a very hostile word, but queer fits me just fine. And what do you think is the message for people that are still doubting if they should come out of the closet or if they should join the inclusive society? What's your message of love to them? To be true to themselves. Once you're true to yourself, and once you know who you are, once you start loving yourself, you'll be able to receive and give love to that other person or to as many people as you want. Love is good. Thank you so much. Dames en heren, u hoort het. Love is good. Thank Victoria you. Cruz. Well, you're here right now. You're supporting this, what's happening here. That shows unity within the community. It shows unity within the gay and lesbian and our allies. We're all here together. So who's in the house? Ik zit met een bek vol tanden. Ze zijn hartstikke mooie tanden. Maar ja. Ik stel die vraag gewoon nog een keer. Is voor jou Gay Pride een riot of een manifestatie en een feest? Nou, het is wel een, het is zeker wel een riot. We zijn natuurlijk het hele jaar bezig met zichtbaarheid, awareness. Dan is dit voor mij wel een ontlading. Dus ik vind die Pride echt ontzettend belangrijk. En ik vind het eigenlijk ook ontzettend belangrijk dat mensen die zeg maar met ons mee willen feesten, zich wel bewust zijn van waar de Pride vandaan komt. Hè? En wie de grondleggers zijn, bijvoorbeeld zoals Victoria. En ja, als je daar gewoon bewust van bent, dan is wat mij betreft iedereen welkom om lekker vanaf afgelopen zaterdag tot komende zondag mee te feesten. En ja, ik baal er wel eens van. Het irriteert me ook dat het wel eens gezien wordt als een verkapte feestdag à la Koningsdag. Ik ben nooit snel onder de indruk van mensen die een bepaalde positie bekleden. Maar voor deze vrouw maak ik wel een hele diepe buiging hoor. Laten we het samen even doen. Even een diepe buiging voor Victoria Cruz. We hebben elkaar eerder ontmoet, hè, bij Dodenherdenking. Toen heb je verteld van welke organisatie je was. En dat was?
Black Queer and Trans and Resistance Nederland. Nou, en je hoort het, ze bestaan nog steeds. Het is inmiddels augustus ongeveer. Wat hebben jullie in de tussentijd allemaal bereikt met jullie club? Wow, heel veel zichtbaarheid en realiteit en bewustzijn over what it means to be black and queer. Het feit dat Pride Amsterdam bepaalde vlaggen op heeft staan, het feit dat er een commissie is, het feit dat we Panda Pride hebben 3 augustus in de Melkweg, het feit dat we Noste hebben, dat is een zwarte expositie, of een black queer expositie kan je zeggen. Dus er zijn zoveel dingen die wij als groep, als collectief hebben bereikt. En Victoria die zei ook van we moeten samenwerken, alle letters van het LHBTIQ+, weet ik veel, alfabet, zijn eigenlijk niet aparte hokjes, maar het gaat over unity. Jij zei in het panel ook van ja, ik wil gewoon dat er partijen zijn die er voor me zijn en waar ik mee kan samenwerken. Wat kan ik vanuit mijn Pride TV organisatie voor je doen? Nou, show up. Aan soorten events. Kom naar bepaalde events en doe daar verslag over. En niet alleen bij grote events. En daarnaast, be intersectional, decolonize yourself en blijf het gesprek voortpushen. Ik vond het een ontzettend mooi gesprek. Ik wil je super erg bedanken. En zullen we nu samen het filmpje gaan kijken? Ja, absoluut. An executive, unless you have the educational background and the opportunity. Now, the fact that you are not an executive is merely because of the social standing of life. That is just pure thing. Black people have a hard time getting anywhere. And those that do are usually straight. Who's just a businessman of the 80s or what? High fashion Parisian. Model defect. Chanté. Het is echt unbelievable. Elke keer als ik naast ze sta, dan word ik toch een beetje verlegen. Amber Vineyard. What's the meaning of the movie? Paris is Burning. Paris is Burning is really an inside peek into the black and Latino LGBT scene from New York City. But it's an old movie and still people are watching it. Why is that? Well, because a lot of people don't know about this community. I feel like this community has kind of been shoved to the side and everybody got obsessed with Madonna and actually didn't dive into what the culture is all about. And what culture are we talking about? We're talking about the ballroom culture. Ballroom culture? Ballroom is our release, our battleground, our strength, our imagination. It's our story. We all speak the same language because dance is an art and art is communication. If you're alone, this is your family. If you're homeless, this is your house. Runway. Catwalk. Solid grace, categories like gold in an even face. Sometimes the girls walk one way out. Both men fight to just shut it down. Ballroom is a place for the catty girls. Gay feminine from across the world. Basically, they created a safe haven for them to express themselves and be who they want to be. And you are a mother of the House of Vineyards, and what is that? Well, basically, you know, when you're not accepted with your blood family, you can choose your family. And my house is my family, and it's my chosen family. And what do you do with your house? I mean, I ask all these questions, but I do know what you do. You take care of people, you teach people, but what do you teach them? Permission to shine, permission to take up space and be confident and love themselves, their body, their face, their gender, their expression, their color. But do you think people need that to feel comfortable with their body, their gender, their shine, their heart, their sexuality and their hair? Most definitely. I think we all have the right to love ourselves and be seen and be the girl. During dinner we talked about Vogue and ballroom culture and you said you have walked some Vogue. You know, I didn't have this body all the time. I was a little smaller. But I did walk the runway and it was a wonderful experience. And it showed unity within the houses. It gave me the opportunity to go up on stage and talk to you people like this and do dancing and strip and just do myself up on stage. I stand for radical inclusivity, and I think that's something so important, especially during Pride, that every part of the LGBT community is visible and seen. What letter do you identify with? Me? I actually identify with my own. I call it OTA. I am open to all, baby. Open to all, and that's what Pride's all about.